De samenwerkende organisaties in Suriname zijn aan zet wanneer het gaat om het vervolgtraject in het kader van het samenstellen van de herstelagenda na de excuses van de Nederlandse regering. Op woensdag 21 februari jongstleden organiseerde het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, in samenwerking met diverse Surinaamse partners een expert meeting. Tijdens de ontmoeting was er ook de vraag vanuit de jongeren waarin ze passen in het vervolgtraject. NINSE-voorzitter Linda Nooitmeer zegt in gesprek met onze redactie dat de vraag die nu overeind staat is waar het proces in Suriname moet beginnen. Waar wil men hiermee beginnen? Ja. En waar kunnen wij inkomen? Okay. Het is echt dienend leiderschap. Kijk, in Nederland gaan wij door in de zin van, er komt een nieuw kabinet, et cetera, et cetera. Maar wij hebben de focus van sociaal-economisch-culturele achterstanden inlopen, dat staat. Mm-hmm. Wij kijken ook heel erg op lokaal niveau wat er gebeurt. Mm-hmm. Je hebt wel gemerkt dat er toch een de geest is uit de fles. De geest uit de fles. Dus we gaan niet meer terug naar de situatie voor de excuses. Wij vinden het heel belangrijk dat de geschiedenis geschreven wordt, herschreven wordt. Want nu is het vanuit het perspectief van anderen, op welke manier dan ook. Ja. En daar moeten we ook van af. Ik vind heel erg dat het leiderschap natuurlijk ook binnen onze gemeenschappen zelf zit. Het is ook belangrijk dat wij zelf leiderschap nemen. Als wij willen weten hoe de geschiedenis van de Afro-Surinamers zich heeft ontwikkeld, dan vind ik dat wij daar de lead in moeten zijn. En vanuit dat perspectief ook de geschiedenis opgeschreven moet worden. Nooitmeer benadrukt dat de focus voor de komende tijd blijft op hoe het beleid, zowel lokaal als nationaal, ervoor zorgt dat de sociale en economische achterstanden ingelopen worden. Het volledige gesprek met de NINSE-voorzitter ziet u morgen in ons programma In Gesprek Met om 8:00 's avonds via 12.1.